De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO, houdt op 6 en 7 augustus 2019 een open dag. De open dag is bestemd voor een ieder die een training wenst te volgen bij de SAO. Directeur Joyce Lapar hierover. De SAO organiseert open dagen op 6 en 7 augustus van 8 tot 2 uur middags en dan weer van 5 uur middags tot 7 uur avonds of 8 uur avonds. De bedoeling is dat wij op ons vakopleidingscentrum 3, waar ook het hoofdkantoor gevestigd is, de mensen laten zien wat de SAO allemaal doet, wie de SAO is en welke mogelijkheden er allemaal bij de SAO zijn voor wat betreft trainingen. De SAO biedt zowel dag, avond als bedrijfstrainingen aan. De bedrijfstrainingen die zijn meestal trainingen op maat, dat is wat de opdrachtgever wenst. Waarin moeten hun medewerkers worden getraind? Welke vaardigheden moeten worden bijgebracht? Daarna hebben we op reguliere basis avondtrainingen. Die avondtrainingen die zijn van 6 tot 9, 2 keer per week en het omslaat 96 lesuren. Daar ligt het eraan dat zij die al werken in die branche zich kunnen aanmelden bij de SAO om een training te volgen. Hebben we voldoende geregistreerden, dan starten we de training. Dus daar is er geen specifieke startdatum. Hebben we 15 mensen minimaal, dan starten we. En dan hebben we onze grootste groep en dat zijn de dagtrainingen. Die zijn van 7 tot 3, van maandag tot en met vrijdag. En het aanbod is daar 17 vaktrainingen. Op die open dag bij de SAO kunt u alle vakrichtingen die we hebben op Geersvlei, dat zijn de technische trainingen, bezoeken. Maar we hebben ook de vakopleidingen die we verzorgen aan de Gravenbergstraat. Hebben dus het instructiemateriaal overgebracht, zodat er een ruimte is ingericht waar je kunt zien van hoe die vaktraining eruit ziet, hoe het is opgebouwd. Het curriculum, wat het curriculum ons allemaal inhoud, dus dat het niet alleen maar gaat om SEC, de technische skills of de verzorgende skills, maar ook de sociale vaardigheden. Dus soft skills, hard skills en een stukje sport. De open dagen zijn bedoeld voor de hele Surinaamse samenleving, want ook al heb je de leeftijd niet om toegelaten te worden, want dat is een van de vereisten, 16 jaar, kan je toch komen en alvast zien wat we doen. En dat overdragen aan familieleden, kennissen en vrienden, maar ook ouderen. Dus personen vanaf 16 jaar, we sluiten niemand uit. We kunnen aan de trainingen deelnemen, maar iedereen is welkom. Bij de SAO is de grootste instroom voor wat betreft dagtrainingen in oktober. U begrijpt, de reguliere scholen hebben hun resultaten dan al. En zij die dan aan tweede kans onderwijs willen doen en geen andere mogelijkheid hebben, of iets erbij willen leren, die melden zich aan bij SAO. Dan is het SEC om de dagopleidingen of dagtrainingen die in de ochtenduren starten. We hebben dus de meeste inschrijvingen. Voor de avondtrainingen blijven we steeds maar registreren. En zolang er minimaal 15 personen zijn, starten we. De vaktrainingen die de SAO aanbiedt zijn onder andere textiel, gas, water, sanitair, koeltechniek, de bouw, elektrohuisinstallatie, automontage, de computer, gebruikersprogramma's, hardware, lichte constructielassen. Dat hebben we nu recentelijk de naam veranderd naar assistent constructiewerker. In elk geval hebben we een 17-tal vaktrainingen en we doen ook trainingen op verzoek van de klant. Dus we staan open voor uitbreiding en als het goed is, komen we met een nieuwe training. Dat is het maken van grafkelders. Op 6 en 7 augustus aanstaande organiseert SAO open dagen. Bezoekt u die open dagen. Onze slogan voor die dag is het ontwikkelen van talenten middels vaktrainingen. Dat houdt in. Ook al heb je het regulier onderwijs niet afgerond, is er altijd een mogelijkheid voor jou. En onderschat die mogelijkheid niet, want vaak genoeg betaalt dat veel beter.